Goedemorgen. Ik weet niet helemaal hoe ik deze video had bedacht. Ik dacht niet, gaan we de motor wel naar de OM hoorzitting. Want dan kan ik heen en terug even filmen hoe en wat. Maar het viel me bak uit de lucht vanochtend. En ik stond een beetje te wiggen en te wachten. Wel met motor, niet met motor. Wel met motor, niet met motor. En weet je wat lullig is als je dat doet? Dan kost je 10 minuten, 15 minuten. En dan kijk je op de klok en dan denk je, shit, ik kom te laat. Dan heb je ineens geen tijd meer om je netjes om te kleden voor het motorbak en het motorslot en de motorhoes en alles wat erbij komt kijken. Want ja, dat kost je 5 tot 10 minuten extra en dan kan je wel zeggen, nou dan win je een paar minuten mee met de file. Maar er staat eigenlijk bijna geen file. Dus 's ochtends naar werk misschien ja, maar rond dit tijdstip naar Utrecht, nee. Dus zitten we in de auto. Op zich niet heel erg, nu is het droog. Alle regen lag blijkbaar bij Rotterdam en Capelle. Wel interessant. De brandstofpeil is laag. Ik heb nog, wat is het? 44 minuten te gaan. Oh, het regent weer. En ik heb nog 44 kilometer te gaan en dan 30 kilometer in de brandstoftank. Yay! Dat is nog 30 kilometer op reserve. Dat zou genoeg moeten kunnen zijn voor het te zijn. De regen is niet dé reden dat ik niet met de motor ben gegaan. Behalve de regen doet mijn maag ook salto's. Meerdere salto's verschillende kanten op. Ik denk dat een beetje de stress komt. Dus, ja, weet je, als je niet comfortabel in je vel zit, moet je niet op de motor stappen. Soms kan het heel fijn zijn om je overlicht te maken. Maar als het lichamelijk niet chill is, dan is het ook niet chill rijden. Zeker niet als het een uur en 10 minuten is. Dus dan bij de auto. Dus ja, ik kan helaas nu niks spannends vertellen, dus ik zal jullie op de hoogte stellen als ik er ben geweest, denk ik. Zo, dus dit is de afslag die we met de motor moesten nemen. Bij het parking vorig jaar. Daar, dus daar kwam je ook uit. Hij mag hier maar één kant op, dus je moest deze kant op. Sommige motorrijders heel slim deden, en ik weet niet waarom. maar dan gingen ze hier rechtsaf. Dan keerden ze hier in deze straat om. En dan mag je wel de treinbaan over. Vanaf deze weg hier links afslaan mag dus niet. Maar wat dat dus betekent, is dat je legaal bij dit stoplicht moet omdraaien. Of niet dit stoplicht, maar het volgende. Ja, hier kan je dus zeggen, oké, ik wil linksaf. En dan is het een soort van mini-rotonde, mijn gebrek al een beter woord. En dan heb je hier dus zo omgekeerd om terug te gaan naar de A2. En dat deden we dus met een man of 8-9 motoren, denk ik. En als je mij zou zeggen dat het een 60 weg was, zou ik je zo geloven. Een breed stuk groen tussen het fietspad en de autoweg, etc. Maar het is dus 50, dus hou er rekening mee. Ergens op zich ook wel logisch. Er staan niet echt borden. Het is verboden voor scooterrijders, wat bij 60 weg nog meer logisch is. En dan staat hier een flitspaal. Ja, hier was mijn flitsfoto gemaakt. Zonder een andere motorrijder op de flitsfoto. Ik weet niet of die te snel heeft gereden of niet. Dus ja, dit was mijn flitsfoto. Het is dus 83,50. Dat is meer dan 30 te hard. Tegenwoordig is het meer dan 30 te hard binnen de bouwde kom. Net zo erg als 50 te hard vroeger was. Waar even je rijdt. Daar was ik ook niet helemaal van op de hoogte, zal ik eerlijk zijn. Maar ja, dat is de plek van het ongeluk. Om zo maar te noemen. En met de motorbeurs over een paar weken. Hou daar rekening mee. En je doet er zeer wijs aan om aan je snelheid te houden. Altijd, volg altijd de snelheidsregels. Daar zijn we weer. Ik dacht dat de zon niet heel fel is voor jullie nou. Op de snelweg terug naar werk. Met de auto nog. Ja. Je kan ook mijn D-advocaat, daar heb ik het gewoon mee afgesproken. Daar hebben we lang mee op tafel gezeten. Het hoofddoel voor mij was houdrijbewijs. We hebben ook een beetje de recentelijke situatie besproken. Van, weet je, als je heel veel geluk hebt, zou het een behoudrijbewijs en een vermindering van geld moeten kunnen zijn gezien de situatie. Maar we gaan kijken. Eenmaal in de kamer, lang gesprek gehad. Alles verteld van mijn kant. De advocaat heeft dan nog een paar woorden gezegd.
En dan de straf. En dus op een gegeven moment wel heel goed dat ik voor werk eigenlijk niet zonder rijbewijs kan. Ze begreep ook dat ik een kleine ZZP'tje had met een website. Ze zegt, ja, weet je, aan de andere kant, eigen baas, eigen risico. Begrijpelijk, maar ze heeft het wel meegenomen. Ze heeft meegenomen dat het eigenlijk mijn tweede grote overtreding was. En de eerste was in 2019 op de Hoekse Waard. Dus ze heeft 3 maanden rijontzegging naar 0 maanden rijontzegging verplaatst. Maar ze zegt, ja, weet je, ik kan je niet dan ook een geldboetevergunning geven. Het is een beetje of-of. Daarnaast hoort bij, als je je rijontzegging vermindert naar 0, eigenlijk een verhoging in geldboete. Daar had de advocaat ook wel een beetje gewijzigd van, hou rekening, het zou zo'n €680 kunnen worden. Zij is zeer, zeer coulant geweest, denk ik. En ik ben echt heel blij daarmee. Het is van €480 naar €500 afgerond. Plus €9 administratiekosten. We hebben gelijk een termijnbetaling aangevraagd. En dan, als er dan vakantiegeld binnenkomt, dan weet ik waar het heen gaat. Ouch. Dus ja, nog steeds ouch. Ik bedoel, €500 is een ontiegelijk groot bedrag. Wat ik de komende maanden absoluut ga voelen, elke maand. Maar ik heb mijn rijbewijs nog. En dat is op dit moment het belangrijkste. Ik weet echt niet hoe ik de komende maanden zonder motor rijden zou kunnen volhouden. Dus ja, in dat opzicht ben ik eigenlijk wel dankbaar dat ze dat zo heeft gedaan. En ik probeerde al zoveel mogelijk snelheidsregels en dergelijke te houden. Dat gaan we dus alleen maar nog meer doen. 2024 een jaar zonder boetes zou... Ik denk dat op zich wel een mooie New Year's resolutie is. Een jaar lang geen boete rijden. Misschien wel 2 jaar geen boete rijden, nog beter. Voor nu naar werk. Kijken of ik dit ergens deze week nog kan editen. Zodat dit nog online kan komen voordat de motorbeurs er is. Dat is al vrij snel. Dat betekent dat dit hele gedoe een jaar heeft geduurd eigenlijk. En dan heb ik nog niet de daadwerkelijke boete, busbetalingsovereenkomst of zo op de mat gekregen. Ik heb hier alleen een briefje dat ik akkoord ben gegaan met wat zij bedacht hebben. Je kan nog naar de kantonrechten en nog hoger aanvechten, maar de advocaat zei ook van je, ze heeft al relatief klant gedaan. Je kan ook een hele norenrechten hebben die besluit dat je toch je rijontzegging krijgt of dat de geldboete daadwerkelijk toch veel hoger had moeten liggen. Dus neem je verlies en dat doen we dan ook zeker. Ik heb er geen probleem mee om te zeggen, hey, ik heb te snel gereden, ik accepteer een boete. Alleen ja, de rijontzegging was voor mij wel even een dingetje. Ik moet zeggen, en dit is echt zo pak van mijn hart. Echt zo pak van mijn hart. Ondertussen is het fantastisch motorweer en had ik heel graag met de motor gereden. Ja, was vanochtend nog een optie en ook niet verstandig. Ik denk niet dat het voor nu verstandig is. Het is op zich wel even goed dat ik in de auto zit en gewoon even kan doen, zeg maar. Wat een dag, wat een dag. Het is 12 uur. Ik kom echt op lunch, pauze, weer op werk aan. Dat is wel fijn, dan kan ik even tot rust komen. Dus ja, geniet van dit mooie uitzicht. De zon schijnt. Ik hoop dat dit een teken is dat de wind voorbij is. Hou je aan de regels. En ik zie jullie in de volgende. Bedankt voor het kijken.